zit hier in Jan Massinkal met Jan Groenendijk en Jitse Slup. Na ronde 6 van het 38e Nijmegen Open Damkampioenschap. Beide heren staan aan kop in de stand. En mogen ze ook tegen elkaar. En als voorloper erop gaan we vandaag een muziekquiz doen. Even de mensen introduceren. Jitse Slump is de huidige wereldkampioen rapiddammen. En een van de favorieten voor het wereldkampioenschap dat in het najaar in Curaçao wordt gespeeld. Jan Groenendijk is de huidige Nederlands kampioen en Europees kampioen. En heeft de afgelopen 2 World Cup toernooien in Riga en Rotterdam gewonnen. En is misschien wel de topfavoriet voor het WK. Beiden zijn behalve profdammer ook nog muziekliefhebbers. En daarvoor zitten we hier. Hun voorkeuren liggen echter wel enigszins uit elkaar. Jan Groenendijk is een behoorlijk verdienstelijk pianist zelf. En hij luistert graag naar klassieke muziek. Terwijl Jitse Slump is geregeld te vinden in concertzalen bij heavy metal. In de morspit. In de morspit bij heavy metal concerten. En ze vertelde deze week dat ze ook naar elkaars muziek af en toe luisteren en elkaars zelfs dingen aanraden. Nou, dat bracht ons op het idee om een muziekquiz te houden waarbij we zowel klassieke muziek als heavy metal laten horen. Het werkt als volgt. Ik heb hier 10 fragmenten, 5 klassiek en 5 metal en 1 bonus fragment. Jullie schrijven op die formuliertjes met pen en papier, schrijven jullie op wat jullie horen. En voor elk goed antwoord mogen jullie een schijf op het bord zetten bij een van de basisplaatsen van jezelf. En dan gaan we aan het eind, gaan jullie nog even met de stand zoals jullie die zelf hebben opgezet, een minuutje dammen. Om er toch nog een damaspect aan te geven. Ja. Goed, laten we gauw beginnen. Ja. We beginnen omste beurten met een stukje klassiek en een stukje heavy metal. Hier komt het eerste fragment. Krijg je een punt voor zeg maar één van de... Nee, je kan uiteindelijk 20 punten, ja. 20 ja. punten krijgen. Een punt voor de artiest en een precies. punt voor... Precies. Hebben jullie allebei iets kunnen invullen? Ja, ik heb geen idee. Dus. Nou, kom maar op. Wat hebben jullie? Jan. Carmen Bolero. En wat heeft... Ik heb Schubert opgeschreven. Oké, nou, wat we hoorden was inderdaad de Bolero, maar hij is van Ravel. Oh ja. Dus we hebben 1 punt ik weet voor niet Jan. Jan mag een schijf op het bord plaatsen. Ik ben zwart. Ja. Nou, dat wordt de kroonschijf. Goed, jongens, nieuw papiertje. Dan gaan we naar het volgende fragment. Ravel, ja. Had ik kunnen weten. Nu komt er iets vreselijks. Ja. Het is niet eerlijk. Nou, schrijf gauw het op, Jan. Ja. Ja. Jitse, jij hebt... Rammstein met Du Hast. Oh, en... dat had ik moeten weten. Jan? Ik heb Metallica opgeschreven. Oh, maar... ja, jammer. Ja. Nou ja. Jitse heeft het goed. Rammstein, ja. Twee schijven. Och. Twee schijven. Oeh. Oh, ja, ik heb het... Ja, je hebt beide goed. Hey. Ik zal... ik ga Jan kopiëren. En dan doe ik er nog eentje extra bij. Op al deze... Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan doe ik hem gewoon de boven. Ja. Goed zo. Prima. Dan komt nu fragment nummer 3. Deze weet jij ook, hè? Ja, even aan het twijfelen. Thank you.
Beethoven een vuurliezen. Ja, ik heb hetzelfde. Ja. Beethoven. Ik wist niet helemaal zeker of het nou echt Beethoven was. Maar... het was Beethoven. Je mocht allebei twee schijven op het bord zetten. Ja, ik ga voor de Tempi. Ja, ik ga hetzelfde doen, denk ik. Ik begin straks gewoon met een blok minder. Ik zie het alweer. Hier, ja. Nou, er komen nog heel wat fragmenten. Hier komt fragment nummer 4. Het is een beetje... Gok wat, Jan. Ja, ik heb wat gegokt. Oké, Jitse, wat heb je gehoord? Ja, ik was heel even twijfelen. Maar volgens mij was het toch Metallica en The Sandman. Ja, Jan. Goed zo. Ja, Metallica. Ik heb het weer opgeschreven. Ja, ik was even twijfelen. Het was nou echt en The Sandman, maar ja. Jitse 2, Jan 1. Ja. 17. Hier. Oké, nou, dan komt fragment nummer... Dit doet me een beetje denken aan dat slecht klassiekje. Ja. Begon een keer tegen een vrouw met 5 schijven minder. Oh, ja. Toen kwam ik, toen werd het klassiek, toen had ik nog steeds 5 minder. Nou, over klassiek gesproken, we krijgen weer een klassiekje. Kijk maar hoeveel detail je geeft. Ja, ik weet het detail weet ik eigenlijk niet. Zo. Jan, wat worden we? Hele mond vol. Ik heb opgeschreven Four Seasons van Vivaldi. Ja, en Jitsen? Dat is totaal niet wat ik heb opgeschreven. Ik had Mozart, Ein kleines Nachtmusik, maar ja, weet ik. Het is inderdaad Vivaldi met de... Ja, had ik moeten weten eigenlijk. Quattro Stagioni. Kijk, staan we weer gelijk. Voor... Had ik moeten weten, ja. Was het lente of zo? Ja, het was lente, ja. Zijn we toch weer precies hetzelfde. Nu komt niet klassiek, maar wel een klassieker, verraad ik alvast. Ik ken hem ook. Ik ga maar van hier zitten. En wat? Ja. Nou, Jan. Nee, ik heb geen idee. Geen idee. Oké. Okay. Blanco. Wat hebben we gehoord, Jitse? Black Sabbath Paranoid was het toch? Ja, dat klopt. Ja. Van? Black Sabbath? Ja, het is van Black Sabbath. Oh, ja, nee. Okay. En nummer 1 Paranoid. Dat had ik dan. Ja. Hier komt de volgende. Ja, ik ken ze wel. Van wie? En ik hoor dit altijd in je kamers. Ja, ik zou het echt niet weten. Ja, ik ik heb geen idee. Ik heb opgeschreven Zwanenmeer van Tchaikovsky. Oké. Ik heb Chopin opgeschreven, maar voor de rest weet ik niks. Nee. Dit was Rossini met La Casaladra. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Geen kant. Oké. Ik ben blijkbaar niet... Dit was de eerste waar jullie allebei helemaal niks wisten. Hè? Nou, tot nu toe doen jullie het heel goed. Nou, nu komt er eentje van Jitsen. Kijk, dit is allemaal een beetje soft metal. Ik luister alleen naar de echt hardste van de hardste metal. Oh, kijk. Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ik heb een vrolijk.
heb ze laatst nog live gezien. Misschien heb je daar iets aan. Nee, niet laatst. Schrijf het op, Jan. Ja, ik schrijf alleen een naam op die ik Jits wel eens hoor zeggen. Wat heb jij gehoord, Jits? Iron Maiden, Run to the Hills. En jij, Jan? Oh, ik heb Meshuggah opgeschreven. Nee, dat is echt iets anders. Nee, dat is iets anders. Schimmig, hè? Twee, ja, twee schrijven voor Jits. Oh, ik zag al vier achter. Oh. Nou, Jan, ik ben we dit al zo gaan uitspelen. Ja. Minder zeg. Ik ben benieuwd of je deze kent. Oh, wacht. Ja. Pietje. Heel mooi. Ja, dit is de Nederlandse componist Simeon ten Holt met Canto Ostinato. Hm. Nee, dat... Het is nee. Minimal music en dat duurt uren, gaat dit zo door. Hm. Ja, mooi. Bijzonder. Goed. Nou, ik heb het nog nooit gehoord. Nee. Maar jullie kunnen papiertje houden, ja. Er komt nog één metal fragmentje. Oh ja, en ook bonus. Ja. Oh, en bonus, ik neem aan dat bonus is om het helemaal gelijk te trekken. En, nou, nee, dat wie gaat weet. Gewoon twee schijven. Goed, hier komt ie. Ah, ja, ja. Ja, wat is dit? Nou ja, wat ik nu ga doen, werkte de vorige keer ook. Ja. Ja. Zeg maar iets. Slayer Roar Ensemble. Ach, bijna. Ja, het klopt. Toch, hè? Ja, klopt. Ik dacht het zal Angel of Death of Raining Blood zijn, maar toen ik even luisterde, dacht ik van nee, het is een ander nummer. Nou, twee schijven erbij. Och, je hebt bijna de beginstand. Nog twee schrijven. Oh, ik mag er nog twee bij doen, ja. Ik heb bijna de beginstand, ja. Jongen. Ik heb gewoon zes. Ja, nou ja, dat is logisch. Dit en, dit. Ja. Nou, nu voor het dubbele aantal schrijven. Dan kun je de vier verdienen, de bonusvraag. Daar komt ie. Dat is de bonus, ja. Ja. Oh. Ja. Ik snap dat die bonus is. Ja, joh, Jan, die ken je toch wel? Zeg me wel wat. Roep me van me neer. Nee? Dat zeg je niks? Die kale? Ja. Wat moet ik daarmee? Nou ja, die speelt in een muziekcampier. Wacht even. Ja, maar ik weet het. Ik heb het echt nog nooit gehoord. Of ja, wel eens. Ja, maar ik heb het wel eens gehoord. Het klinkt als een soort van het... een beetje het All-Stars muziekje. Ja. Oh, wacht even. Ja. Nu weet ik het. Ja. Ja, ik weet het. Van wie het is. Ja. Ja, hoe heet dat ook weer? Ja. Jan, wat hebben we gehoord? Ik heb opgeschreven Damclub Hooligan van de Heideroosjes. Ja, dat heb ik ook. Dat klopt. Nou, allebei vier schrijven erbij en dan gaan we aan het sneldammen. Vier schrijven. Je hebt gewoon... Je kan nog op de klok winnen. Ja, oh, dat is waar, ja. Ja. Vier belangrijkste schijf. Hebben we visie of is het gewoon één minuut? Eén minuut. Oh, okay. Je moet nog wel opschieten. Ik moet nog opschieten. Ja. Ja, ja. Goed. Zijn we klaar voor om te dammen? Ja, ik wel. Lammer. Ik wel. Oké. Okay. Ja. Verschrikkelijk. Dit is zo vreselijk. Dwars daardoor heen.
Ik heb nog nooit zoveel plezier gehad in dat land, geloof ik. Wow. Ga door. Ja, maar hier hebben we die motorische training van Rick voor gehad. Ik heb gewoon nog steeds 100 meter. Ja, ja. Ja, het is voorbij. Duidelijke winnaar. Ja. Ja. Nou, wat we kunnen concluderen. Ja, wat we kunnen concluderen is dat Jitse iets meer van de klassieke metal weet dan Jan van de klassieke klassiek. Ja. Althans, zoals uitgekozen door de redactie van deze uitzending. Als het alleen maar piano was geweest, had ik het beter gedaan. Ja, ja, ja. Dan wel... En ik slechter, ja. Nou, dan had je met je Chopin waarschijnlijk nog een punt verdiend. Ja, misschien. Ja. En je Schubert. Ja. Nou, dan gaan we het nog een keer doen met andere muziekselecties. Ja, laten we dat doen. Ja, dat is wel leuk. Ja, het was echt geniaal dit. Nou, hartelijk bedankt allebei. Ja, bedankt. Bedankt. En de prijs is de eer. Oh ja, precies. Ja. Ja. Nou, daar doen we het voor. Ja. De eer van Erik. Ja. Oh, mooi. Leuk.